En deze week staat in het teken van jezelf stimuleren. Dit betekent dat we ons heel erg bewust gaan worden van hoe weinig energie we hebben, hoe moe we zijn, hoe zwaar het soms kan zijn, hoe somber we soms kunnen zijn. En als dat op jou heel veel minder is, dan is dat fijn, maar dan kom je toch nog, word je toch nog bewust van die dingen, hè, die toch energie kosten. De kans is ook heel groot dat je je drempels gaat voelen, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. En het is dan ook heel erg fijn, deze week, en daar draait deze week ook om, dat je voor jezelf gaat onderzoeken van oké, hoe kan ik mezelf nu stimuleren? Waar krijg ik nu energie van? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van ja, ik krijg energie van als ik lekker buiten wandel. Ik krijg energie van als ik lekker ga knutselen met mijn kinderen of als ik lekker mijn kleurplaat voor volwassenen ga tekenen. Ik krijg energie van als ik met dieren bezig ben. Ik krijg er energie van als ik gewoon lekker op YouTube inspirerende filmpjes kijk. Of de weekreading kijk van Scarlett, hè? Ik zeg maar wat. Maar op het moment dat je voor jezelf er weer bewust van wordt, dan kun je dat weer meer integreren in je leven. Want daar gaat deze week eigenlijk om. Dat is de uitnodiging van het universum deze week. Dat je gaat kijken naar oké, welke dingen geven mij energie? Welke dingen stimuleren mij? En dat je dat gaat integreren in je leven weer even opnieuw. Dat je opnieuw de balans opmaakt. En dat je dingen die jou energie geven weer opnieuw gaat doen. En daar daadwerkelijk tijd voor vrijmaakt in je agenda. Want dat is gewoon ontzettend ontiegelijk belangrijk. Je loopt jezelf in die zin nu een beetje voorbij. En dat ga je voelen. En het kan ook heel goed zijn dat je nu ineens gaat voelen dat je gewoon wat meer pauze moet nemen. Dat dat toch een beetje ontschoten is omdat we weer het nieuwe jaar ingegaan zijn. We zijn allemaal weer aan het werk, we zijn allemaal weer bezig. Of we zijn allemaal weer in die sleur beland van alle dag. Hè? En nu wordt ineens bewust van ja, maar dit werkt helemaal niet zo. Ik moet eigenlijk eens even weer mijn rust pakken en wel weer in mijn goede flow blijven. Mezelf niet voorbij rennen, want dat is ook een beetje de valkuil die nu ontstaan is bij iedereen. Dat je jezelf wegcijfert en voorbij rent. En dat werkt helemaal niet. Zo wil je dat helemaal niet. Dus dat zit ook verbonden dat je daar bewust van wordt. Eigenlijk is het een hele grote bewustwordingsweek. Dus het draait om zien wat je energie kost. En vooral ook weer zien wat jouw energie geeft. En dat opnieuw integreren in je leven. De steen die hier het beste bij helpt is tijgeroog. Nou, deze steen is niet voor iedereen weggelegd. Want het is wel een duwende steen met zijn energie. Maar hij geeft je wel een energieboost. Hij stimuleert ook je zelfvertrouwen en om de energie om voor jezelf te kiezen. En dus te doen wat goed voor je is. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is in deze week. Nou raad ik je aan om goed te voelen hoe goed hij voor jou voelt. En hem misschien maar een half uurtje of een uurtje per dag bij je te dragen als je hem te sterk vindt. Of helemaal niet als hij niet lekker voelt. En dan bijvoorbeeld voor een sodaliet te gaan. Want dat is een zachtere steen die zelfvertrouwen en energie stimuleert. Maar tijgeroog is wel lekker de sterkste en dat kan je heel veel opleveren. Dat gezegd hebbende, ga ik hem hier nu afronden en wens ik je voor nu een hele fijne dag en een hele fijne week toe.